Ja, de ene keer sta je 1,95, de andere keer sta je 1,50. We hebben ook wel eens 50 cent gestaan. Heb je zin in bloemkool, dan kan dat behoorlijk duurder uitpakken dan normaal. Eén zo'n bloemkool kost nu namelijk 4 euro en dat is bijna 8 keer duurder dan normaal. En dat heeft niet alleen te maken met inflatie. Dat kan toch niet? Dat geloof ik helemaal niet. Zou u nu nog een bloemkool kopen? Nee, ik zou het niet kopen. Ik weet dat mijn dochter met de kinderen stapel op bloemkool zijn, maar ik denk niet voor 4 euro. Nee, echt niet. Die prijsstijging komt vooral door het koude weer in Spanje, waar de bloemkolen in deze tijd van het jaar vandaan komen. Als het heel koud is, dan groeit de bloemkool niet. Als er geen water is, een bloemkool heeft water nodig om te groeien, dan groeit de bloemkool niet. Nou, dat zijn allemaal dingen die zijn gebeurd in Spanje, waardoor dus de bloemkool niet goed of niet volledig is gegroeid of niet op tijd is gegroeid. En daardoor is dus heel veel uitval op het veld geweest en gewoon te laat of te vroeg geoogst. Exacte aantallen kan ik niet noemen, maar er is echt sommige momenten misschien niet eens de helft van wat ze zouden moeten oogsten wordt er geoogst. En dat geldt niet alleen voor bloemkool. En het is niet alleen bloemkool, maar ook heel veel andere groentes die daaronder lijden. En daarom is het gewoon het gemiddelde prijs van de groente is vrij hoog momenteel in de supermarkt. Maar bloemkoolliefhebbers niet getreurd, want... De afgelopen maand waren er vooral veel problemen en nu lijkt er een kentering gaande. Dus het lijkt dat de komende periode de prijzen waarschijnlijk iets zullen dalen. En de eerste winter, de eerste Hollandse bloemkolen staan ook weer bijna klaar om geoogst te worden. En dat is ongeveer 2-3 weken. Dus dan komt er ook weer wat meer aanbod op de markt. En dat scheelt voor consumenten weer in de portemonnee.